Luca Hoed, Huidmakers. Ja, de derde periode moet nog gespeeld worden in deze wedstrijd, maar het lijkt beslist, hè? Ja, zeg nooit beslist. Je weet hoe ijshockey gaat. Het kan in 1 minuut omgedraaid worden. Met wat voor een gevoel zit jij nou hier? Ja, ik zit een beetje te balen. Ik sta liefst op het ijs en ik zit nu al 6 weken in de ziekenbocht. En ik heb vorige week te horen gekregen dat ik er nog langer zit. Dus ja. Ja, vertel eens, wat heb je precies? Ik heb een scheur aan mijn pees. En, die moet dus je schouder? Ja. En die wordt volgende week gehecht. En hoe kom je aan die scheur? Ik bedoel, je had al begin van de competitie, had je er al last van? Ja, in de voorbereiding heb ik een vieze val gemaakt, op mijn buik tegen de boarding gegaan. Toen dachten ze dat er niks aan de hand was, een kneuzing aan het spier. Dus heb ik een paar wedstrijdjes proberen te spelen, maar het ging niet. En na meer onderzoek is het toch iets echt kapot. Dus, ja, als sporter moet dat letterlijk en figuurlijk pijn doen, hè? Ja, het is wat balen, ja. Vooral zo vroeg in het seizoen en zo lang. Ik val wel tegen, ja. Wat is de reactie van jouw teammates? Ja, die balen ook, want die missen me natuurlijk ook. Ja, want zo goed is de selectie niet, hè? Nee, we hebben 2 sterke lijnen. Derde, de missen wordt er wel wat gemist. Wat denk je nou, wanneer word je geopereerd? Donderdag, komende donderdag. Nu donderdag al? En wat denk je hoe je daaruit komt? Ja, als ik mezelf ken, dan hoop ik gewoon snel. 3 weken mag ik niks doen. Daarna gaan we meteen weer aan de bak. Meen je dat? Ja, aan de bak. Maar er was al sprake van dat het seizoen voorbij was voor je? Sprake van, maar ik gok zelf op februari ook er weer bij te zijn. Dus als de play-offs beginnen, dan zou Luca zomaar weer op het ijs kunnen staan? Die kans is groot, ja. Sta je daar zelf ook heel positief tegenover? Zeker, ja. Ik kan wel met een gebogen hoofd gaan rondlopen, maar heeft geen zin. Blijf positief en zoals gezegd, 3 weken rust en dan gaan we weer werken om zo snel mogelijk weer op het ijs te staan.